Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remes. En het gaat zo opnieuw vandaag weer een korte vlog worden. Waarom? Dat ik vandaag nog niet te veel op mijn programma heb staan. Ik ben nog moe. Ik heb heel slecht geslapen. Opnieuw, again. En ik weet niet hoe het komt. Ah, ik ga ook nog wat mondspoeling doen. Voilà, dat is ook gebeurd. Nu, Asap, vertrekken naar mijn wagen toe. En daar dan moet ik weer al dat potje Nesquik bijvullen. Moet ook nog gebeuren. Deurken op slot. Heb ik wel alles. Ja. Portefeuille is het belangrijkste. Waarom? Daar zit mijn rijbewijs in. En die heb ik nodig om met de wagen mogen te rijden. Die niet hebt, mag je ook niet rijden. Allee. Dan nog alles vullen. Schoenen weer al veranderen. Hier bij mijn wagen. Nee, dat is de andere kant uit. Deze mag ik dan ook terug open. Voilà. En dan kan ik dat gewoon vullen. Tot straks allemaal. Hoi kijkers, dames en heren. Ik ga terug richting Zandhoven. Naar mijn maatje toe. We gaan daar gewoon iets drinken. Gezellige babbelke doen. Dat kan ook eens altijd deugd doen, hè mensen. Ik gebruik de GPS omdat dat daar ook wegomleiding is. Dus we gaan eens rustig vertrekken. Ik ben nu nog alles in aan het stellen, dus ik sta nog stil. Want ik heb zelfs nog mijn gordel nog niet aan. Ik ben mijn gsm nu in aan het steken. Waar heb ik nu dit gelegd? Hier ligt eentje. Ja, maar die was kapot. Hier ligt eentje. Die was ik aan het zoeken. Merci, schatje. You're welcome. You're welcome, zegt ze. Heb je een powerbank niet? Jawel. Hier. Alsjeblieft. Thanks. Voilà, we gaan eens vertrekken. Wat heb ik vandaag gedaan op het tweede? Daar ga ik ook nog even over vertellen. Dat is dozen bestikkeren. De dozen ook leeghalen natuurlijk. Dozen opensnijden. De bussen bestikkeren. De bussen terug ook intasten. En ook terug... De dozen stapelen op een palet. Dat was mijn taak voor vandaag. En per geluk was het ook een rustige dag van 1 literkes. Oef, hè? Moet niet altijd heel zwaar zijn. Ah ja, en op het laatste half uur hebben we toch nog even gepusht. Hebben we nog 1 palet van 10 liter bussen nog erdoor kunnen jagen. Jee, en ik heb gewoon bestikkerd. Voilà, ik ga jullie nu laten. Als ik dan mag. Ja, ja, dat is die. De mobiele hotspot zet ze aan. Voilà. Dan gaan we nu vertrekken. Dan ga ik gestuurd. Dan ga ik de rit ook delen. Deelrit. Met WhatsApp.
dan naar Maatje. Versturen. Voilà. Dan is ze ook op de hoogte. Ga verder. Dan gaan we nu eens vertrekken. Tot straks allemaal. Zo, hier sta ik voor de rode lichten. Hallo, Kus. Ik ben naar Zandhoven vandaag geweest. Ja. Daar heb ik eentje nog gedronken bij vermoeden eentje. 3 colakjes heb ik daar gedronken. En ja, het was ook heel gezellig met mij, Maatje en mijn lievertje erbij. Dat mag, dat kan dus nog eens een keer overgedaan worden, want het was echt, zeg het, het was heerlijk buiten. Het was echt heerlijk buiten. Het was echt wauw weer buiten. Ik ben nu nog een klein zusje naar mijn thuis aan het rijden. Oh, en de maan staat ook weer al heel schoon aan de hemel. Mannetjes toch. I love this weer. Het was echt zalig buiten. Het is nu nog... even kijken op mijn gsm. 16 graden. 16 graden nog op mijn gsm staat het. Dus ik sta hier nu bij het beroemde kruispunt van, je weet wel. Hey, het is wel groen licht, hè? Het is wel groen licht, hè? Doorrijden! En dan krijg ik in één keer een nanoplexje tegen mijn auto aan. Weten jullie het nog? Oh my fucking god. Stond er toen volk achter mij? Ik weet het niet. Stond er echt volk achter mij? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar mijn sandwiches liggen ook al klaar voor morgen gaan te werken. Morgen weer al de laatste van de week. Laatste van de week, dus daar ben ik wel echt heel blij om. En daar zit één in mijn kont te plakken. Ik rij maar 70 waar ik 70 mag. Ik ga niet harder rijden, want ik kan niet harder rijden, want daar rijdt ook nog een voorligger bij mij. Dus ja. Ik wil jullie wel subiet wel de maan eens laten zien. Dus ik ben thuis ben aangekomen. Heb je dat al verteld wat ik al gedaan heb voor 2? Ik dacht van wel, jawel. Voordat ik bij mijn thuis was vertrokken. Daar heb ik dan... ja, daar heb ik het opgenomen. Ik dacht dat ik een biesje had. Ja. Een donderbiesje. Hop. Nee? Oh, ik moet die weer al... Nee. Nou, die is dood nu. Fuck, ik heb gevreven. Voilà, die is weg. Dat is een groen biesje. Ik denk een kleine springkaan. Oh, ik heb een kleine springkaan vermoord. Sorry. Oh, ik heb een kleine springkaan vermoord. Niet leuk. Nee, dat is echt niet leuk. Opa. Ja. Wel echt een schone maan, moet ik wel eerlijk toegeven. Ik ben de maan zo wat in de gaten aan het houden dat ik direct kan weten van daar moet ik filmen. Daar moet ik filmen. Ja, ik denk dat ik achter mij moet filmen, ja. Ik ga jullie even laten en dan kom ik zo meteen. Hier ben ik weer, ja, want ik moest ook mijn draad en al ook nog uittrekken. Mijn gsm moet ik ook nog afkoppelen. Voilà. Dan nog uitzetten. Die staat ook goed. En dan ga ik jullie trekken de...
de maan laten zien. Hè. Even geduld hebben nog. Nog eventjes geduld hebben, de busje komt zo. Wacht, dan moet ik wel een klein beetje naar Ginder gaan. Oh, ik moet een redelijk stuk naar Ginder wandelen. Dan gaan we dat wel op het voetpad doen. Yeah, die da 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 da. Ja, die da 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 da. Zodra dat ik de maan zie, dan laat ik het ook aan jullie zien. Want ik vind hem mooi, 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 mooi. Daar. Wauw. Toch schoon, hè? En nu nog even iemand een berichtje sturen. Of twee personen. Ik ben veilig wel thuis aankomen. Dikke knuffel, slaap zacht. Ik zenden. Ik kan gewoon echt zeggen wat ik tape. Hoi maatje. Ik ben veilig en wel thuis aangekomen. X. Dikke. Oh, wacht hè. Dikke. Laat ik iets horen. Dikke knuffel van mij. Punt. Enter. Zou ik nog perfect aankomen. Dan nog naar mijn schatje. Hey lieverd. Dankjewel voor het licht. Hey lieverd. Ik ben veilig en wel aankomen bij mijn thuis. En ik sta nu onder de straatverlichting. Dus dan, ik ben ook aan het vloggen. Ik wens u een heerlijke, heerlijke, heerlijke nachtrust toe. En ik zie je morgen weer via de cam dan. Ofwel spreken we nog wel af. We zien nog wel. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. En voor subiet, slaap zacht. Slaap wel. Voilà. Slaap zacht. Mijn maatje. Voilà. Dat is ook gezonde. En nu maar naar binnen toe. En ik dacht dat daar ginder ook nog iemand stond. Ik heb weer al de verkeerde sleutel vast. De verkeerde sleutel vast. Ik heb luizen. Het is ook na 10 uur, dus dan moet het ook wel wat stiller zijn hier op de gang. Dan doe ik dat ook. Maar op mijn appartementje, daar kan ik wel wat iets meer doen dan op de gang. Voilà, de liftdeur is toe. Omhoog. Omhoog. En de deur gaat terug open. Doe ik niet de juiste sleutel vast? Ja. Ik heb het dus al eens gevraagd, maar in de lift hoort je het dus niet als ik ook aan het zingen ben of zo. Holy shit, het is hier weer al donker, op mijn jannen aan de deur. Ik weet niet als jullie mij nu nog zien. Oh, ik moet nog iets doen. Nee, nee, nee. Nee. Dus even een was nog sorteren. Ja. Ik ga dat al in de pombak zetten. Dan kan dat. Ik ga dat in de weer zetten. Voilà. Ik ga wel nu niet meer afwassen. Nee, ik ga nu niet meer afwassen.
Alassa, laat de pombak maar vullen, laat de pombak maar vullen. Nee, ik laat de pombak vol. Nee, doe die gaat het er niet uit. Voilà. Ja. En morgen vroeg, mijn eerste taak, is deze vlog in elkaar steken. Want ik ga dat nu niet meer doen, want ik ben echt... Europa, pa, 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 Europa. Oh my god, waarom heb ik Joost Klein in mijn hoofd? Waarom heb ik Joost Klein in mijn hoofd? Ja, dan on den Jew. Oh, oh. Ik ga richting mijn bedje, mijn dames en heren. Het is bijna 11 uur aangebroken. Ja. Europa. Ik ben nu ook nog dingen weg aan het gooien. Die. Ja, ik heb hier al redelijk wat dozen hier staan. Zie, dat is wat dozen wat ik hier heb staan. Mijn papierdoos. 1 blauwe zak, 2 blauwe zakken, 1 vuilzak, 2 vuilzakken. Die vuilzak zit al vol. Ja, zit bijna ongeveer 10 kilo in al. Deze vuilzak wordt momenteel gevuld. Dan, ik ben een kleine tour aan het geven van mijn woning, want dat is ook eens gevraagd geweest. Wel, dan zal ik eens even eerst al iets doen. Dus via mijn woning, als ik de lichten wil aanzetten, dan moet ik dat via mijn gsm doen. Oké, wacht hè. Ah, nu was het er juist. Lichten aan. Voilà. Dan zijn mijn lichten aan. Dus daar is mijn gaming setup. Sorry, het lijkt erop dat TV 2 nu niet beschikbaar is. Ja, oké, dat is goed. Dus dat is mijn gaming setup. Hier ligt nu momenteel mijn stoel, zei die, stuur, met pedalen. Dit is het lichtbedje voor Chris, mijn maatje. Die, als hij hier blijft slapen, kan hij hier blijven slapen. En ofwel als er eens bezoek is, kan hij hier ook blijven slapen. Altijd heel leuk. En de tweede pc. Deze televisie, die gaat binnenkort weg. Ja, die gaat richting mijn slaapkamer dan verhuizen. Dan heb je... Ja, het is hier niet opgeruimd, mensen. Het is echt hier niet opgeruimd. Dan heb je hier mijn living. Waar ik gewoon dan naar televisie zit te kijken. Of met een gameconsole zit te gamen. Wat ik ook regelmatig doe. Maar ik moet nog zo'n omzetter zien te vinden voor mijn... voor dat ze aan te sluiten op de PC. Mijn dingen. WC. Met heel veel WC-rolletjes. Ik ga hier ook eens opruimen. Als papier en karton is, gooi dat daar altijd direct dan erin. Ja, deze zak moet er eigenlijk niet in. Mijn rennetjes, deze, die zijn op. Dus die kunnen ook weggegooid worden. De berging hebben jullie juist gezien. Voilà, nog gauw iets weggegooid. Dan komen we aan op mijn slaapkamer waar heel weinig verlichting is. Voilà, mijn slaapkamer. Dus met mijn kasten. Hoi!
Dus dan gaan we zo door mijn slaapkamer heen. Gaan we dus weer naar een donkere kamer toe, waar ik nu verlicht. Zit, het is hier ook weer al niet opgeruimd. Het is ook mijn douche. Mijn pombak, die ook nog niet zuiver is, want ik heb me gisteren geschoren. Voilà, dat is mijn huistour. Wat ik ook even heb gedaan in de snelle tempo. Voilà. En dan ga ik door met een keukentje. Voilà. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Weer in een gloednieuwe vlog. Ik ga even wat mijn kabel van mijn nek doen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Of een short movie. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Goed? Ja? Oké, dat hoor ik graag, dat jullie dan kijken, wat dat jullie op het belletje hebben gedrukt, dat jullie dan een notificatie krijgen van, oh, daar is een nieuwe vlog online, yay! Deze hier dadelijk, woehoe! Die jullie nu hebben bezien! Allee. Ik kan het nog een keer doen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is of een short movie is. Voor de rest zeg ik als altijd op het laatste. Yo, 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 yo,